voor de volgende gasten gaan we ook over op het Limburgse dialect. Want het gaat namelijk over cijfers en de gevoelens die daar vervolgens bij liggen. En het vreemde bijvoorbeeld is dat de misdaadcijfers de afgelopen 8 jaar dalend zijn. Toch het veiligheidsgevoel wat we met z'n allen hebben in de samenleving blijft onveranderd hoog. Wie zit dat nou eigenlijk precies? We hadden met wijkagent in Remuin Ron Metsmakers, dag Ron, en gedragstherapeut Jos Jazi van het Angstcentrum in Maastricht. Heren, hartelijk welkom. Laten we heel even beginnen. Geef me dat veiligheidsgevoel nu eens een gezicht uit de dagelijkse praktijk, Ron, als ik dich vraag mag. Wat hebben we er dan eigenlijk over, het veiligheidsgevoel? Ja, dat is een heel groot containerbegrip en dat past natuurlijk heel veel in het veiligheidsgevoel. En dat is een collectief gevoel en het kan individueel gevoel zijn. Ik denk dat het heel verschillend is en heel moeilijk is om het heel specifiek te benoemen. Mm-hmm. Maar als ik als wijkagent rondloopt door een wijk in Remuin, ben je dan altijd bezig met dat veiligheidsgevoel? Ik denk wel dat we als doelstelling hebben dat we als politie willen bereiken dat de burger zich in zijn wijk veilig voelt. En, mm-hmm. en dat er met plezier en zonder ongemakken door her kunt lopen en door kunt zijn en wonen en leven en werken. Ja, en de burgers spreken die vaak aan op dat veiligheidsgevoel? Is dat een thema wat ja, er in dat is zeker speelt? Een thema wat leeft en wat bezig blijft. En waar de mensen toch heel druk over beginnen en kallen en aanwezig zijn. Zeker tegen de politie. Ja, Jos, ja, we hebben die een beetje uitgenodigd als voor de wetenschappelijke kant. De bezwerkzaam biedt angstcentrum. Mm. Dat klinkt wel erg angstig, zo'n angstcentrum. Mm. Klinkt tenminste niet zo angstig dat we ons resultaat kunnen bereiken. Dus zo angstig hoeven we dat ook weer te zien. Ja. Nee, maar angst is wel inderdaad het centrale punt wat ze aanpakt. Maar angst is een breed begrip eigenlijk. Het is eigenlijk ook maar één gevoel, angst. Mm-hmm. En of ze nu angst hebben op straat, of ze hebben angst met een probleem, of maakt in principe niks uit. Het gevoel angst is angst. Dat blijft hetzelfde. Mm-hmm. Maar als je nu naar de wetenschappelijke kant kunt kijken, dan zou je zeggen, angst als gevoel. Ja, als emotie, het maar één oorzaak. En dat is ons eigen concept van denken, onze interpretatie. Mm. Kijk, ik gaf nu toen straks ook een paar voorbeelden. Als je op straat loopt en doe zus dat er op een gegeven moment geen politie is, terwijl er toch hier en daar gaat rare dingen gebeuren, dan gaat dat hierboven in de kop van, hey, dat is niet pluis. Nou, die gedachte al, dat is niet pluis, kan al een ongemakkelijk gevoel geven. Mm-hmm. En gaat dat niet pluis weren tot escalatie, dan kan het natuurlijk angst weren. Mm-hmm. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het gevoel wat we hebben, wat we ervaren als angst, als onbehagen, als ongemak, het is en blijft een gevoel. En als we daar conceptueel nog eens kijken, heeft het hoofdzakelijk te maken in onze eigen manier van denken. Ja, dan ga ik het even hebben. Voor de uitzending, de woont in Amsterdam. Daar komen ze ook vaak in Maastricht. Ervaart zich nu op verschillende plekken een ander veiligheidsgevoel? Nou, je zou denken dat het in Maastricht minder is, maar dat is niet zo, eigenlijk. Mm-hmm. Ja, ik woon in Amsterdam in Watergraafsmeer. En daar is het minder gevaarlijk dan in het centrum van Amsterdam. Mm-hmm. Omdat er ook minder toerisme is. En het zien ook vaak toeristen die gekke dingen doen. Ja, maar Ron, zei ze dat? Het is plaatsgebonden? Ik hoor Hedwig wel zeggen van het minder gevaarlijk in de binnenstad. En het feit dat het al gevaarlijk vind je het dan al bijzonder. Ja. En dat is heel de truc dat ze zegt van ja, mensen vinden het gevaarlijk, maar het is niet op feiten gebaseerd. Nee. Inderdaad. Er is minder criminaliteit. Dat is minder criminaliteit. En meer, de angst is gegroeid, hè? Ja, stabiel gebleven. Oh, stabiel gebleven. Heb ik het idee. Ik weet niet precies de cijfers, maar ik dacht stabiel gebleven. Ja, de cijfers is in ieder geval. Misdaad daalt, ook in Remuin. De afgelopen 8 jaar wordt steeds minder, maar ons veiligheidsgevoel blijft hetzelfde. Ja. Is er een wetenschappelijke verklaring voor te geven? Dat het één toch niet zomaar met het andere samenhangt? Ja, maar ik denk toch wel dat allerlei factoren, maatschappelijke factoren. Ik denk aan de media. Ik denk aan allerlei opvoeding. Ja. Maar nu bedoel ik dus net opvoeding van pa en ma. Wordt bang gemaakt, hè? We zijn de maatschappij en we voeden onze kinderen op. Hè? Dus we zijn het vader en moeder zijn alleen al verantwoordelijk voor de opvoeding. Dat zijn we allemaal. En dan is het natuurlijk wat presenteren we aan de kinderen? Hè? Ja. En wat presenteren we aan de lui? Televisie, media speelt een grote rol in. De communicatie met elkaar. Dus er zijn allerlei maatschappelijke factoren die natuurlijk heel anders liggen als dat we bijvoorbeeld 50 jaar terugkijken. Mm-hmm. Ja? En dat kan natuurlijk wel het denkproces, dan komen we weer terug, hè? Want ik vind, en dat was zoals ik zei, ik vind is natuurlijk die idee, die gedacht.
mijn gedacht is, nou, daar en daar is het geen onveilig. Het is, ja. Mm-hmm. Is ook een collectief gevoel, heb ik wel eens af en toe. Mm-hmm. Als ze een wieken zetten, dat mensen zich onrein bang maken. Ja. En ja, dan, ja, ja. In plaats van. Ja. En dan wordt het zeker communicatie. Dan merken ze dus inderdaad dat lui bepaalde uitspraken doen of met elkaar over bepaalde zaken praten. Mm-hmm. En dan ontsteedt er zoiets van, ja, is dat waar? Allee, ja. Kom, hè. Huppla. En dan heb ze het al, hè. Ja. Ja. En dan begint dan een gevoel te komen van angst. Ja, zelf de media speelt met, maar ook bijvoorbeeld de politie die zich steeds meer open wil stellen, die de burger steeds meer wil informeren. Mm-hmm. Maar doordat wij dus steeds meer dat net drie straten wie een inbraak is geweest, het Amber Alert is afgegangen, mijn burger-sms ben ik gealarmeerd, ja. Zit er in een bepaalde mate van ja, tegenstrijdigheid in. Steeds maar, meer willen vertellen, maar daardoor waal het onveiligheidsgevoel verhogen. De communicatie wordt steeds opener en we proberen ook een openheid er zeker in te breken. En Joop, bij sommige mensen heeft het juist het reflex, juist wel nog gezegd van mensen voelen zich veilig. Omdat er politie in de straat is, dan zijn er mensen die voelen zich onveilig. Mm-hmm. Omdat er ineens politie in de straat is. Ja. Waarom is de politie in de straat? Mm-hmm. En dan is het heel moeilijk om aan te vullen per week van wat ze nu het beste kind inzetten en kind doen om het gevoel goed te krijgen. Ja. En dat is zoeken naar de goede weg. Ja, en welke rol speelt Stig als wijkagenten in? Als wijkagent was het toch, denk ik, voor een groot gedeelte de klankbord en in ieder geval het gevoel in de wijk om vooral van buiten naar binnen. Dus van boete, wat proef ik als wijkagent in mijn week? En wat breng ik me van met naar de collega's om op een effectieve manier daarmee om te gaan? Ja, ja. Ja. Is er nog een verschil in leeftijd? Zien de oudere mensen eerder bang? Of is dat... Dat durf ik niet te zeggen. Nee. Het kan wel zijn, omdat als ouderlui zich misschien gaat kwetsbaarder voelen. Misschien motorisch ook niet zo goed overweeg kennen. Mm-hmm. Ook het concept van denken weer, kunnen ze weer op het idee moeten. Ja. Ook het gevoel hebben dan van, ja god, ik ken moeilijker overweeg met bepaalde dingen. Hè. Een jongere is natuurlijk flexibeler. Mm-hmm. Hè. Maar dan komt ze weer bij het aspect uit. Heeft het nu met het lijfje te maken of heeft het met het denken te maken? Ja, ja. Want er zijn nog oude lui die heel vlot, die pakken de knuppel en die vergen erop. Wie zo spreken, die zijn heel actief. Ja. Letterlijke voorbeelden van. Ja. 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 Toch, het zit tussen de oortjes, dat is wel de conclusie, het veiligheidsgevoel. Wie kreeg het ooit uit? Ja, maar toch, het zit tussen de oortjes, gelijk. Maar ik vind aan de andere kant moeten we natuurlijk wel realistisch blijven, ook weer. We moeten de realiteit niet door de ogen verlezen. Ik bedoel, er is inderdaad op bepaalde punten is er natuurlijk een ander concept in onze maatschappij. Mm-hmm. Kijk alleen maar gewoon naar de spelletjes die de kinderen op de televisie spelen. Mm-hmm. Vroeger wordt het volgens Bonanza en dan wordt het gedaan. Maar nu dus is... in een kapot scheten. Ja, dan moesten we al 12 lieken maken, wil ze spelletjes winnen. Ja. Maar dat geeft natuurlijk een heel ander concept. En dat is natuurlijk een heel andere manier van denken dan wat er ontstaat. Moest je enerzijds een vervlakking krijgen van de angst, en anderzijds een verscherping krijgen van de angst. Hè? Ja. En dan tot slot, Rod, als ik dan kijk door de ogen van de bril, dat is al jarenlang wijkagent in Remuin, als we die beleving eens loslaten, is bijvoorbeeld Remuin er in doen optiek wel veiliger op geworden? Ik ben er zonder meer van overtuigd dat ook, en dan baseer ik het niet alleen op cijfers, maar ook op mijn eigen gevoel in de stad, dat Remuin zeker de laatste jaren qua veiliger is geworden. Ja. Mm-hmm. Voor het gevoel, ook voor de burger, dat gebeurt echt minder in Remuin. Mm-hmm. Alleen, nu moeten we het nog goed... Nu moeten we het, dat is het probleem. Er hoeft maar weer, als ze een opbouw bezig is en mensen beginnen weer positiever te denken, is één incident, kunnen ze die ganse werk weer opnieuw gaan doen. Ja. Oké, okay. Erik, dank alvast voor de komst naar de studio en het delen van deze kennis.